Meneer Buma, bijna kerst, einde van het jaar, het kabinet wat er even zit. Vindt u zelf dat het goed gaat met al die verhogingen die we krijgen na 1 januari? De energierekening, dat merk je nu al, die gaat fors omhoog. Tegelijkertijd is het zo dat we als kabinet afspraken hebben gemaakt over het verlagen van belastingen. Dus je zal daar tegenover op je loonstrookje ook zien dat dat er beter uitziet dan andere jaren. Maar dat zal niet voldoende zijn als alle kosten van levensonderhoud enorm omhoog gaan. De kosten van de energietransitie, die natuurwetenschappelijk nog niet eens echt zeker onderbouwd is, ook nog erbovenop komt. Mensen maken zich echt grote zorgen. Nou, wij zullen toch moeten zien hoe het uitpakt. Maar zoals het in ieder geval in het najaar is bekeken, ook bij de plannen voor volgend jaar, gaat iedereen onder de streep erop vooruit. En dat is ook belangrijk. Tegelijkertijd hoor ik ook bij diegene die zegt eerst zien dan geloven. Dus we zullen dat als de loonstrookjes er zijn het komend jaar moeten zien. Wordt er dan snel gerepareerd? Want echte mensen maken zich enorm zorgen. Nou, we zullen eerst moeten zien hoe dat eruit ziet. Als je kijkt naar de huren, die stijgen weer veel minder dan verwacht in heel veel gevallen. Met name als je bij een woningcorporatie je huis hebt. Dus dat zijn weer dingen die mee gaan vallen. Dus je zal eerst de totale mix moeten zien voordat je de antwoord kan geven. Overal zegt u, maakt u zich zorgen of denkt u het komt goed? Ik vind het terecht als iedereen zegt eerst zien dan geloven. En dat is volgens mij de hele terechte Nederlandse houding. Nou ja, zien dan geloven. Mensen maken zich terecht echt enorm zorgen. Ik weet niet of er wel eens in het land komt, maar er is lichte paniek. Nou, daarom zeg ik ook, mensen willen eerst zien wat alles uitpakt, hoe alles uitpakt. De prijsverhogingen die er zijn voor energie, dat is voor een deel doordat energie gewoon duurder wordt. Voor een deel ook omdat het gebruikt wordt om groene energie goedkoper te kunnen maken. Dus dat zit er ook in. Tegelijkertijd zijn er ook een aantal dingen die minder stijgen. Een aantal lonen gaan weer omhoog. Dus dat zullen we allemaal in zijn totaliteit. Bent u nu bang voor maart? Nou, volgens mij is het januari al. In januari zal moeten blijken hoe de lonen zich ontwikkelen. Nee, ik bedoel maart de verkiezingen. Bent u daar niet bang voor? Nou, volgens mij gaat dit om het loon van mensen en de uitgaven die ze kunnen doen. En dat zal in januari moeten blijken.